Je eerste proefcontract ja, heb je zojuist uh, getekend bij uh, Sparta Rotterdam. Hoe, uh, hoe is jouw gevoel uh, na die ondertekening? Ja, natuurlijk wel een uh, heel uh, trots en blij gevoel. Ik denk dat je hier uh, als kleine jongen wel uh, natuurlijk van droomt. En uh, ja, ik denk dat ik dit jaar uh, mijn stinkende best heb gedaan. En het is natuurlijk wel mooi dat uh, ik met een contract uh, wel zo uh, beloond kan worden. Dus dat is wel mooi. Ja, je bent via FC Dordrecht bij, bij ons uh, bij Sparta terechtgekomen. Ja, hoe is jouw route geweest naar dit contract toe de afgelopen jaren? Uh, ja, ik denk wel met. Uh, natuurlijk, iedere voetballer heeft wel ups en downs. Dus daar heb ik ook wel uh, ja, een beetje mee te maken gehad. Maar ik denk uh, vooral de laatste jaren dat ik, echt, ik, dat ik echt dacht: van ja, ik wil dit. En ik denk dat ik ook wel de kwaliteit ervoor heb om ervoor te zorgen om een betere speler te worden. En ik denk dat het bij Sparta echt helemaal eruit is gekomen. En ik denk dat. Ik daarom ook uh, nu uh, hier ben. Ja, veel wedstrijden in Jong Sparta gespeeld uh, dit seizoen. Uh, ook uh, nog uh, ja, wat uh, uh, in actie geweest voor het eerste elftal zelfs. Uh, voor de mensen die jou uh, niet kennen, wat, wat voor speler ben jij? Uh, ik denk dat ik een, uh, ja, ik ben een linksback ben. Ik denk dat ik een explosief uh, linksback ben die uh, zo'n mannetje kan uitschakelen. En uh, ook in de aanval uh, ja, wel aardig wat pit uh, kan brengen. En een uh, goede voorzet, uh, ook wel in huis heb. Ik denk dat dat wel uh, een kwaliteit is die ik, uh, die ik heb. Ja, wanneer en, uh, en hoe werd het bij jou duidelijk dat uh, uh, Sparta wel interesse had om jou uh, een contract aan te bieden? Ik denk dat, dat uh, ik denk twee weken geleden uh, ging een beetje een paar belletjes rond, en uh, kreeg ik van mijn zaak wel niet meer te horen dat, uh, dat uh, Sparta met een aanbieding zou komen. Dus toen dacht ik wel van: oh, nou, dat is natuurlijk wel een hele mooie beloning. En uh, naarmate de tijd uh, kwam steeds dichterbij, en uh, toen hoorde ik op een gegeven moment van: Ja, Gauthier, uh, je gaat tekenen. En dat was natuurlijk een heel mooi moment. Ja, een moment wat je ook uh, geduld hebt met je familie uh, vandaag. Uh, ja, hoe speciaal is dat ook nog dat zij erbij waren? Ja, natuurlijk heel speciaal. Uh, zij zijn er natuurlijk altijd bij geweest uh, met het traject. En uh, die gunnen mij natuurlijk ook uh, van harte. En die zijn natuurlijk ook hartstikke blij en trots op mij dat, dit, uh, dat zij dit moment ook uh, met mij kunnen meemaken. Ja, je eerste profcontract uh, is nu een feit. Hoe, uh, hoe ziet de komende tijd voor jou uh, eruit? Hoe kijk je naar de toekomst? Uh, nou, natuurlijk, uh, met jongen uh, moeten we nog uh, twee, twee belangrijke wedstrijden uh, spelen. Uh, dus uh, die moeten we natuurlijk uh, ja, gewoon goed afsluiten. Dan natuurlijk lekker op vakantie, even lekker relaxen, genieten. En dan volgend jaar uh, hopelijk uh, bij de voorbereiding bij het eerste en dan gewoon laten zien uh, wat ik kan. En uh, laten zien dat ik uh, van waarde kan zijn voor jong, maar ook voor het eerste, natuurlijk. Dus dat is wel uh, waar ik naar streef. Succes man, en uh, geniet van je vakantie. Ja, top, dank u wel.